Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ZinTV. Het nieuwe jaar is al een beetje opgeschoten, maar we wensen u toch graag een gelukkig, gezond en verdraagzaam 2022. We hebben deze keer drie tafelgasten. Sabine Wek, die werkt voor het initiatief Kamers met Aandacht. En Cor Vlobbe en Joke Koelewijn, die zich zo bij ons zullen voegen, die een Kamer met Aandacht beschikbaar hebben gesteld. Maar we gaan eerst graag met jou in gesprek, Sabine. Sabine Wek, welkom aan deze tafel. Kamers met Aandacht, het heeft natuurlijk een eigen website en daar is alles op te lezen. Maar vertel even, wat is het? Nou, wij zijn een stichting die in 2019 begonnen is. Om eigenlijk, ja, wat wij zijn, het is een soort van bemiddelingsbureau waarbij wij jongeren die eigenlijk uit de jeugdzorg stromen of die mogelijk dak- of thuisloos kunnen worden, om daar een kamer voor te zoeken bij particulieren thuis. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk jongeren die heel graag zelfstandig willen wonen, maar nog weinig sociaal, of die eigenlijk weinig sociaal vangnet hebben om op terug te kunnen vallen. En vaak ook niet de praktische vaardigheden hebben om volledig zelfstandig op kamers te gaan. Mm-hmm. Je bent zelf coördinator van het geheel. Ja. Vorig jaar zomer begonnen. Ja. Dat is nog vrij kort eigenlijk. Hoe verloopt het tot dusver? Want je bent zelf coördinator dus. Ja. Nee, ik ben eigenlijk sinds januari coördinator geworden van regio Gooi en Verstreek. We hebben dit project gelanceerd medio 2021. Hm? En wat mij zo aansprak eigenlijk in dit project, dat ik, deels is het de werving van kamers en de werving van particulieren die een kamer over hebben voor een jongere. Mm-hmm. En mijn achtergrond ligt deels zeg maar in de werving en selectie binnen het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik psycholoog en veel gewerkt met jongeren. Mm-hmm. Waarin ik ze begeleid heb, gecoacht heb op allerlei uiteenlopende terreinen. En eigenlijk bij Kamers met Aandacht vond ik mijn twee gescheiden werelden, zeg maar het bedrijfsleven en aan de andere kant het werken met jongeren, eigenlijk samenkomen. En dat vind ik het mooie van Kamers met Aandacht. Dus aan de ene kant is dat er een nadruk ligt op de werving van kamers met aandacht. Want het is echt nodig? Het is helaas echt nodig dat er nogal veel jongeren die uit de jeugdzorg komen of die in thuissituaties zitten die niet veilig zijn of uit huis gezet of uit huis geplaatst worden, die een plek zoeken waar ze eigenlijk een mooie start kunnen maken voor hun, richting hun volwassenheid. En je zegt eigenlijk, het had ook wel eerder gestart kunnen worden, want dat was sowieso hard nodig. Ja, het was hard nodig. Nou, Bianca van der Neut, onze oprichter, die is in 2019 met dit project begonnen. Zij komt zelf uit de jeugdzorg. Ja. En zag eigenlijk op het moment dat de jongeren 18 zijn, dan zijn ze volwassen in Nederland. Waar nogal veel bij komt kijken, hè, naast administratie, maar ook als je kijkt naar verzekeringen of zorgverzekeringen. Zelfstandigheid. Het zelfstandig zijn is best een grote stap. Dat er veel bij komt kijken als je niet het vangnet hebt om naar huis te kunnen bellen of naar ouders te kunnen bellen of iemand in je omgeving te kunnen hebben die je bijstaat bij het op kamers gaan waar deze zelfstandigheid allemaal bij hoort. Het gaat dus om kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid, begrijp ik, hè? Ja. Hoe lang duurt dat dan? Op een gegeven moment zijn ze zelfstandig dan? Ja. Dat is eigenlijk het hele idee van Kamers met Aandacht. Dat wij eigenlijk een tussenstation zijn vanuit jongeren die bijna zelfstandig zijn tot volledige zelfstandigheid. Dus wij zoeken particulieren die, eigenlijk kan elke kamer kan een kamer met aandacht zijn. Ja, het kan een zolderkamer zijn, het kan een tuinhuisje zijn, het kan een garage zijn. Ja. Het is vaak eigenlijk gewoon onderdak bieden voor de jongeren met de nodige aandacht die gegeven kan worden. Nou, dat kan heel uiteenlopend zijn, van een luisterend oor tot iemand die ze misschien helpt bij de financiële administratie of brieven binnenkomen die ze lastig kunnen begrijpen. Dus elke kamer kan een kamer met aandacht zijn. En het idee is dat ze met de aandacht die ze krijgen van de verhuurder en de begeleiding die er altijd nog op zit bij de jongeren, dat ze uiteindelijk zelfstandig op kamers kunnen gaan. Is het niet veel te moeilijk voor de gemiddelde begeleider om zo'n jongere te begeleiden? Want ik zelf dacht, is dit nu een aanvulling op de jeugdzorg waar de overheid eigenlijk voor zou moeten zorgen? Of zijn jullie in dat gat gesprongen? Maar het gaat ook wel eens mis misschien. Ja.
Je bedoelt dat er een jongere op kamers gaat in de kamer met aandacht dat misgaat? Ja, je beschrijft jongeren die een bepaalde hulp nodig hebben, die onderweg zijn naar zelfstandigheid, die ondersteund moeten worden op verschillende gebieden. Je hebt zelf achtergrond als psycholoog, zeg maar. Hoe lastig is het? Ja, dus ik kan ons voorstellen dat het voor de gemiddelde begeleider niet eenvoudig is om juist zo'n jongere in huis te hebben en te begeleiden. Ik denk wel goed om onderscheid te maken is dat de verhuurder, die is dus met name een verhuurder en dat is de ouderwetse hospita-constructie. Mm-hmm. Die geeft een vorm van aandacht die hij of zij zou kunnen bieden. Daar geeft de jongeren vaak een wederdienst voor, dat ze mee kunnen helpen met klusjes in het huis waar nodig. En daarnaast vindt er, naast de aandacht die de verhuurder mogelijk geeft, is er ook altijd ambulante begeleider op. Dus voor de dingen waar de jongeren mee kampen, daar zit een ambulante begeleider op. Dus dat willen we ook heel duidelijk los van elkaar zien. Ja. Is er veel bereidheid bij mensen om hun huis open te stellen? Ik ben elke keer onder de indruk van de mensen zeg maar, die eigenlijk hun huis en hun hart openstellen om een kamer te huren aan deze jongeren. Ja. Maar moet je veel gaan bellen bij mensen? Ja, helaas is het wel nog zo dat we heel hard, met name in Gooi en Vechtstreek, op zoek zijn naar... Met al die villa's hier. Ja, met al die villa's hier. Lege kamers. Ja. Zou je denken. Kamers genoeg en maar hoe komen dan al tuinhuisjes. Dus dat zou ook nog mogelijk kunnen zijn dat jongeren in een tuinhuisje plaatsen. Ja. Maar hoe kom je dan aan de telefoonnummers? Ga je gewoon... ik hoop zeg maar dat een programma als dit zou kunnen bijdragen om mogelijke verhuurders over de streep heen te trekken. Kamersmetaandacht.nl, dat is de website. Ja. Ja. Daarnaast vind ik het ook nog wel goed om te vertellen dat toch best wel wat verhuurders het ook wel spannend vinden om een jongere in huis te halen. Om wat voor type jongeren gaat het nou? Mm-hmm. Maar het zijn eigenlijk hele gewone jongeren die werk hebben of die een opleiding volgen. Het zijn vaak probleemouders die niet in staat kunnen zijn om hun jongeren thuis op te kunnen laten groeien. Ja. Het gaat vaak om vaak hele gewone jongeren die net dat steuntje in de rug nodig hebben die vanuit de thuissituatie niet geboden kan worden. Maar eigenlijk altijd onbekend natuurlijk, voor jongeren die komt dan aan de deur. Daarin hopen wij dan wel een zorgvuldige rol te spelen. Dus naast dat wij actief zijn met het werven van kamers, spelen wij denk ik ook wel een grote rol in het eerst screenen van de verhuurders. Daarnaast ook het screenen van de jongeren, dat ze wel aan een aantal criteria moeten voldoen om... voor kamers en aandacht, met aandacht in aanmerking te kunnen komen. En daarin, wat zijn de belangrijkste? Nou, de belangrijkste is eigenlijk dat ze de, geen problematiek hebben. Dan praat ik over verslavings- of psychiatrische problematiek die echt het dagelijks functioneren in de weg staat. Ja. En dan zijn er andere projecten, denk ik, waar ze zich meer op hun plaats dan een kamer met aandacht. Ja. Dat ze allemaal een dagbesteding hebben van minimaal 24 uur per week. Ja. En dat is dan vaak een opleiding die ze volgen of een baan die ze hebben. Ja. En in het kader om ze echt ook zo zelfstandig mogelijk te maken, zullen de jongeren ook hun huur zelf moeten betalen. Precies. Ik verbaas me een beetje over dat het nog zo nieuw is eigenlijk. Ik had verwacht dat voor 2019 deze problematiek of noodzaak zeg maar er ook al was. Het is echt een gat waar jullie ingesprongen zijn. Ja, hoe verklaar je dat? Zeg maar? Dat het eigenlijk pas zo laat dit soort initiatieven... Dat het pas sinds 2000, je zou denken dit zou 25 jaar kunnen bestaan zo ongeveer. Want er zijn toch altijd jongeren geweest die net deze aandacht nodig hebben, op deze manier goed geholpen zouden zijn. Ja, ik weet niet. Die vraag vind ik lastig te beantwoorden waarom dit initiatief. Ik weet wel op het moment dat dit initiatief begon, en het is begonnen als pilot in Utrecht, dat het zo'n enorm, je kan eigenlijk praten over succes, maar zo'n gat in de markt was. Dat wij inmiddels nu in 42 gemeenten actief zijn. En ons doel is eigenlijk om landelijke dekking te gaan krijgen, omdat het helaas hard nodig is. Maar het vraagt ook wel wat van mensen, denk ik, om hun huis open te stellen. Past het bij deze tijd? Ik las pas nog bij een priester in Engeland, Richard Carter, die zegt, eigenlijk zijn we een beetje verleerd elkaar te dienen. Hè? Dus waar kan ik je mee van dienst zijn? Zelfs je huis open te stellen. Zelfs je huis open te stellen bijvoorbeeld. Hè? Is dat iets? Dat wij mensen veel meer die dienende houding ook weer moeten herontdekken misschien? Ja, dat is helaas heel hard nodig om, het is sowieso nodig. Dit te doen. En ik moet ook zeggen, wat ik heel toch wel indrukwekkend vind, als je kijkt zeg maar, naar de verhuurders, hè. Iedereen kan dus een verhuurder zijn. En we hebben jongeren, of tenminste hebben we een verhuurder van 25 en we hebben een verhuurder van 75. Die
een huis openstelt voor, ja. Voor een jongere. Doet wel een appel op mensen ook om een huis open te stellen. Ja, het is wel in zoverre qua privacy. Hè. Het is vaak ook wel dat je een keuken of een badkamer met elkaar deelt. Maar je hoort er ook van een aantal verhuurders dat het, als het gaat om zingeving of een jongere een bepaalde toekomst, hè, een stap richting een toekomst te geven, dat dan zo zwaar weegt dat ze dit er graag voor over zijn. Ja. Heb je zelf ook een kamer met aandacht eigenlijk? Of? Nou, ik ben net verhuisd en ik heb twee kinderen die net het huis uit zijn. Okay. Je overweegt het misschien. Dus ik overweeg het. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook met een jongere in Ameren, die me zo aan het hart ging, dat ik het ook aangebouwd heb. Goed om het zelf te ervaren, denk ik ook. Last van je eigen kinderen om iemand op een fantastisch, initiatief eigenlijk. Hè? Ja. Mogen ze ruzie maken als dat een keer nodig is? Ruzie maken? Nou, zeg maar de verhuurder met de jongere die in huis is. Of mag je ziet, ik heb net een voorbeeld van een verhuurder die al langere tijd zeg maar alleen was. En die zei van ik ben er toch van uitgegaan. Ja, dat ik over bepaalde dingen geen afspraken hoefde te maken. Maar die liep er tegenaan dat de jongere het eigenlijk heel vanzelfsprekend vond om allerlei dingen uit zijn ijskastje te halen. Dus er zijn wel, op het moment dat wij die huurovereenkomst aangaan, of de jongere en de verhuurder, die minimaal een jaar is en maximaal 5 jaar, dat we daarin ook proberen alle afspraken die er die nodig zijn tussen de verhuurder en jongeren om die op papier te zetten. Precies, Nog een laatste vraag. Iets van metgezel zijn, reisgenoot zijn, een stukje meelopen op de levensweg. Is dat ook een klein beetje de visie die erachter zit? Ja, wat wij natuurlijk, die jongeren uiteindelijk, als ze een kamer met aandacht verlaten, hopen wij dat ze zo zelfstandig zijn, dat ze op eigen benen kunnen staan. Ja, maar je loopt een stukje met ze op. Ja, en wat je vaak er ook ziet, dat er toch echt wel, en daar selecteren wij ook op, we proberen zo goed mogelijk een match te maken tussen een verhuurder en een jongere. En wij hopen natuurlijk dat er dan een netwerk ontstaat waar ze hun leven lang op terug kunnen vallen. Dus je ziet dat er een aantal jongeren zijn uitgestroomd bij kamers met aandacht die nog steeds met kerst en verjaardagen bij elkaar. Je creëert een tweede familie. Goed dat er zo'n netwerk dan is en als het ware dan ook een vangnet. Ja. Hartelijk dank Sabine Wek voor je toelichting en voor je inspirerende verhaal. Ik zeg het nog een keer, kamersmetaandacht.nl, dat is de website waar alles op te lezen is qua informatie. Maar hartelijk dank en heel veel succes verder met dit prachtige initiatief. Nou, dank voor deze veel villa's in Bussum. Ja. We luisteren nu naar muziek. En dat is door het duo Hoogland en Van Stralen. En zij laat ons horen Softly as a Morning Sunrise.
Wow. Dank jullie wel, duo Hoogland en Van Stralen. En we horen zo meteen nog meer van jullie. Twee nieuwe tafelgasten, Joke en Cor. Wij kennen elkaar redelijk goed. Jullie zijn een paar jaar geleden in Naarden komen wonen, lid geworden van de protestantse gemeente Bussum. Ja. En onlangs hebben jullie besloten om een kamer met aandacht aan te bieden, bemiddeld door de organisatie Kamers met Aandacht. Hoe is het zo gekomen? Hebben jullie gebruik gemaakt van zo'n online bijeenkomst voor potentiële verhuurders of is het anders gegaan? Nou, ik ben scriba, dus secretaris van de kerk. En dan krijg je allerlei mailtjes binnen. Mm-hmm. Dus ook een mailtjes van Kamer met Aandacht. En dat heb ik doorgezet naar ons kerkblad, Bussum onderweg. En naar de diaconie. Die houdt zich meer met de stoffelijke zaken, de sociale problematiek bezig. En Cor zat bij de diaconie. Mm-hmm. Ja, ik ben als vrijwilliger bij de diaconie aangesloten. Dus allerlei praktische dingen. En ik zag het voorbij komen. Ik denk... Ja, dat is misschien wat voor ons. Jullie vonden zelf dat je het goede voorbeeld moest geven door een kamer met aandacht. Dat ook wel. Had je er ooit van gehoord? Nee, dat is voor ons voor het eerst zo. Mooi. En waarom was het wat voor jullie? Wat maakte dat jullie dachten van wij willen dat graag doen? Nou, we hebben hier in Naarden een koophuis en dat is inmiddels klaar. Ik heb nogal wat bijgebouwd, wat klussen gedaan sinds we erin wonen. Dus we hebben ook wat vierkante meters over. Maar bovendien hebben we in het verleden ook wel kamers verhuurd. Eerder in Dordrecht was dat. Ja. Gewoon aan studenten, ook via de kerk vaak met contacten. Dus al bekend met het idee, zeg maar. Wij kennen het al, ja, inderdaad. Dus. Alleen is dit natuurlijk wel voor een specifieke groep jongeren. Ja, dit is anders. Dat waren gewoon studenten of andere kamerbewoners die in een situatie zaten waar echt schrijnende huur gevraagd werd. Huisjes, melkers en zo. Ja. In de jaren 80 was dat. Ja. Plus, wij zijn natuurlijk zelf ook kamerbewoner geweest toen we studeerden. En na onze studie zijn we getrouwd en binnen een jaar waren we van kamerbewoner eigenlijk kamerverhuurder geworden. Oké. Okay. Oh, wat goed. Ja. Dat kwam ook wel goed uit, want de hypotheekrente was toen 9,5%. Ja. Dus er was ook wel wat financiële mogelijkheden. Ja, want dat geeft ook wat gezelligheid. Of hoe, Dat was het ook, ja. Ja, het houdt je jong inderdaad. Dus, jong, ja. Studenten, dat is jong volk. Ja. Altijd spannend als ze weer verhuizen of als de verkering uit is of aan is en zo. Dus, hadden jullie met hen zeg maar ook al een contact meer dan als huurder, verhuurder? Of Je werd als het ware onderdeel van hun leven ook op een gegeven moment? Ik was daar in Dordrecht jeugdpastoraal medewerker, dus bezoekwerker namens de kerk bij kamerbewoners en jongeren die nog thuis woonden. Mm-hmm. Dus je neemt die ervaring en dat talent of die vaardigheid nu mee in eigenlijk mee. En eigenlijk zijn er natuurlijk twee problemen. De jeugdzorg die met 18 jaar opeens stopt. En natuurlijk het woonprobleem, wat natuurlijk gigantisch is op dit moment. Mm. Dus denk je, laten we die ruimte bieden. En... Mm-hmm. Ja. Vind je dat je in dat gat moet springen? Of moet je ook protesteren tegen het feit dat voorzieningen er niet meer zijn, zeg maar. Hoe zien jullie dat? Ja. Ik denk dat het en-en is. Kijk, het is natuurlijk wel vreemd dat jeugdzorg dan stopt met 18 jaar. En dan word je dus geacht volwassen te zijn en op eigen benen te kunnen staan. Nou, ik denk dat heel veel jongeren dat al niet kunnen als ze 18 zijn. Die hebben altijd nog een vangnet en laat staan deze jongeren. Mm-hmm. Dus het is goed, denk ik, dat de gemeente Goossenmeren nou dit project ook wel ondersteunt. Aha, En je hebt denk ik ook wel betrokken burgers nodig. Dus het is niet zo dat je het alleen maar aan de overheid over kunt laten. Nee. Maar ik denk dat de overheid dit soort dingen wel moet faciliteren. Ja. Maar vinden jullie het spannend hoe het nu... verder gaat, want hoe lang is de jongeren nu bij jullie in huis? Ja, anderhalve maand. Anderhalve maand, ja. Ja, sinds 1 december. Ja. Een jongen van 20 jaar. Ja, gaat goed? Ja, dus, ja, gaat eigenlijk goed. Ja, ik vind het, het is natuurlijk wel even spannend. Wat is het voor iemand? Dus je hebt eerst een gesprek om te kijken of het klikt. Nou, dat ging eigenlijk goed. Ja. We hebben natuurlijk wel een aantal duidelijke afspraken gemaakt. Hè, en daar houdt hij zich ook keurig aan. En houden wij ons ook aan. Ja. En is dat wederzijds dan? Mag hij ook afspraken voorleggen, zullen we maar zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Want je woont echt samen, hè? Dus ja, nou ja, we hebben een soort keukentje vuil voor hem gemaakt. Maar je deelt bijvoorbeeld wel de badkamer. En, Maar goed, daar kun je ook dingen over afspreken. Van wat vinden wij belangrijk? Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat je niet nodeloos energie verspilt. Dus dat hebben we ook duidelijk gemaakt. Dat zijn voor ons belangrijke dingen. En nou, dat snapt hij ook wel. En dat gaat goed hoor. Dus de thermostaat staat op 18,5 graden.
En dat is het dan. Ja, dat moet je dat doen. Is het dan. Dus ja, dan moet je afspraken over maken. Als iemand altijd zit te bibberen omdat het 22 moet zijn, dan heb je een probleem. En hij heeft een eigen sleutel gekregen, denk ik. Ja, en hij heeft wel een netwerk gelukkig. Hij heeft vrienden en vriendin. Okay. En die komen ook wel regelmatig langs. Dat vraagt hij dan altijd van. Want we willen wel weten wie er in huis is. Hè? Nou, dat. Dat is prima. Dat is wel heel fijn dat hij dat wel heeft natuurlijk. Ja. Is dat voor deze jongen nu, ik neem aan dat het noodzaak is, maar bepaalt dat heel erg de houding van de jongeren? Of is het ook gewoon blij met het feit dat er een plek is, dat er mensen zijn die kunnen luisteren als het nodig is? Ik vraag een beetje af hoe iemand dan aanwezig is. Ja, hoe wordt het beleefd? Dat moet je hem eigenlijk zelf vragen. Maar wat zien jullie? Maar wat wij zagen, wij zagen is dat hij dus aankomt met zijn vriendin. En heel zijn bagage, dat is een paar tassen met kleren. En dat is het dan. Dus wij zijn nog wel even langs de kringloper geweest om nog wat spullen te halen. En via kamers met aandacht ook nog wat bestek gekregen en zo. Dus dat is er helemaal niet. Nee. En wij zijn voor onze eigen kinderen gewend dat als ze dan op kamers gaan, dan huur je even een busje. En dan haal je wat spullen bij elkaar en dan als dat allemaal op je kamer staat, dan haal je nog een haal Chinees of zoiets. En dan is dat ook een beetje een overgangssituatie. Dat is er hier dus helemaal niet. Dus voordat hij bij ons kwam, heeft hij echt gewoon op dakloos, wat is het, bij vrienden geslapen. Een paar dagen op de bank bij iemand en dan weer verder enzovoort. En ook wel nachten gewoon zonder bed doorgebracht. Ja. Dus ik neem aan dat hij heel blij is met de mogelijkheid. Ja. Dat zegt hij zelf ook. Ik krijg nu een beetje rust. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Iedereen heeft denk ik recht op een plek waar je kunt wonen, waar je een dak boven je hoofd. Dat zijn basale voorzieningen. En als je die niet hebt, dan krijg je denk ik je leven ook niet georganiseerd. Wat doet het met jullie dan eigenlijk? Wat doet het met ons? Het is gewoon fijn. Nou, we zijn heel blij dat het gewoon goed loopt. En het is leuk om te horen van dat je zegt van is die al thuis? Ja. En wat ik wel heel leuk vond, we hadden een kerstboom, daar hingen 7 kransen in. En we hadden 3 kleinkinderen te logeren. Dus we gingen dat verdelen. En toen zei ze, het was er nog 1 over. En dan zegt mijn kleindochter, voor. Joshua, zou ik maar zeggen. Ik geef hem even een naam. Dat vond ik zo leuk dat zij daaraan dacht. En dat vond hij ook, denk ik, heel leuk toen we dat zeiden. Van, want we dachten van, kunnen ze hem in huis nemen voor papa en mama? Nee. Is voor hem. Ja, je is al een beetje kind aan huis. Eigenlijk wel. Je bouwt zo echt een relatie op met zo iemand. Ja. Dit is anders dan die studenten die een plek nodig hadden. Je bouwt in dit geval ook echt een relatie op. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat wij hem begeleiden. Maar het is wel zo dat je dingen signaleert. Hè? Dus we hebben nog elke week een gesprek met hem en een begeleider. Dat is het eerste half jaar en dan daarna kijken we gewoon verder. Ja, want hoe lang duurt het eigenlijk dat je zo iemand in huis hebt? Wij het is dit voor bepaalde tijd. Dit contract is voor 2 jaar. Voor 2 jaar. Dan is het ook afgelopen. Ja. Dan is het ook, kan niet verlengd worden? Nee. Dat is dus, en dat huurcontract loopt dus ook via kamers met aandacht. En dat stimuleert ook, iemand ook om te gaan zoeken naar een plek voor zichzelf. Het is ook gekoppeld, is ook weer gekoppeld aan een begeleidingscontract. Oh juist. Maar op die manier is het juridisch ook gewoon duidelijk. Ja, precies. Ja, iedereen weet waar hij aan toe is. En 1 keer per week, dus bij dat begeleidingsgesprek vooraf, dan eet de jongen bij ons. Dat is ook gewoon afgesproken. En dat gaan we kijken hoe dat verder gaat. En hebben jullie ook contact met het netwerk van zo iemand? Via vrienden en vriendinnen mee, hoorde ik. Maar daar hebben we niet heel veel contact mee. Nee, Zijn vriendin blijft ook wel regelmatig geslapen. En hij gaat soms ook wel naar haar toe. Dus we kennen haar, maar het is niet dat wij daar ook contact mee onderhouden. Het is echt voornamelijk degene die bij jullie in huis woont. Ik hoor dat jullie enthousiast zijn. jullie zijn ook bewogen om dit te doen. Hè? Je doet het ook vanuit een bepaalde motivatie. Hoe zouden jullie dit initiatief onder de vele villa-bewoners van Naarden en Bussum, niet dat jullie een villa hebben, maar willen aanbevelen? Waarom moeten mensen dit doen? Waarom? Omdat met name hier in het Gooi misschien wel heel veel vierkante meters per persoon gebruikt worden. Dus die ruimte is er wel. Ik weet dat gemiddeld in Nederland is het 65 vierkante meter per inwoner.
Dat is al vrij veel als je het vergelijkt met Duitsland en Nederland en Engeland, sorry. Ja. En ik denk, ik heb daar geen cijfers van, maar ik denk dat we hier in het Gooi wel wat ruimte dus hebben. Als er ruimte is. Dus, hè? En ja, ik denk ook van, bedenk nog eens hoe je zelf kamerbewoner was. Ja. Dus hoe was dat? En zou je dat ook de volgende generatie niet gunnen? Hoe blij was dat je was met een plek, zeg maar. Ja. Maar dat veronderstelt dat het alleen iets te maken heeft met woningnood? Of, dat niet alleen. Welke andere aanbevelingen zouden jullie nog... Ik denk dat het voor mensen, zeker als mensen alleen zijn, dat het ook gewoon heel gezellig kan zijn. Mm-hmm. Wij vinden het ook gezellig, maar wij hebben het niet per se nodig. Hè? We hebben ook elkaar. Maar ik kan me voorstellen, als je alleen woont, dat het ook heel fijn kan zijn om iemand te hebben voor aanspraak. Of als je al wat ouder bent, iemand die, die eens een keer kan helpen met iets. Hè? Dat, De aandacht is wederzijds. Hè? Zo is de afspraak. Ja. Dus wij mogen ook iets terugverlangen. Ja. Maar je deelt niet met elkaar de huiskamer, toch? Nee, dat niet, hè? Dat mag je afspreken. Dat mag je afspreken. Nee, kijk, als hij thuis komt, dan komt hij altijd even binnen. En soms gaat hij even zitten en dan drinken we een kopje thee of zo. Ja. En wat is nou de kern van de aandacht, zou ik jullie zeggen? Je hebt nog niet zo heel veel ervaring natuurlijk, anderhalf maand. Ja. Maar wat is de kern? Ja, wat is de kern van de aandacht? Vind ik lastig om te zeggen, hoor. Wat zou je graag willen dat het is? Of hoe ze, ook in de zin van hoe je het zou willen aanbevelen? Ja, dat je een relatie met elkaar opbouwt die gericht is op dat iemand ook gewoon zijn plek kan vinden en zelfstandig op eigen benen kan gaan staan. Precies. Het is, in die zin heeft het ook, lijkt het ook wel een beetje op kinderen. Hè? Ja. Die voed je ook op tot zelfstandigheid. Hè? Dat is natuurlijk wel je insteek. Kijk, en we beschouwen hem niet als een zoon of zo, maar toch wel een stukje verantwoordelijkheid voel je ook wel. Ik vind het wel anders dan met onze eigen kinderen, maar Het is een mooie zorg eigenlijk ook wel. Heel mooi. Ja. Wij dragen het initiatief een warm hart toe. Ja. Leuk dat jullie als ambassadeurs in Naarden, Bussum, ik weet niet hoeveel mensen er überhaupt al zijn, maar iets hebben willen vertellen over dit initiatief. En misschien moeten we nogmaals de website even noemen, kamersmetaandacht.nl, waar meer informatie gevonden kan worden. Ik denk dat we weer moeten gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo van het duo Hooglat en Van Stralen. Dank jullie wel, Cor en Jonker.
Weer een jazzy nummer. There will never be another you. Prachtige titel en wat was het weer genieten van het duo Hoogland en Van Stralen. We zijn weer aan het einde gekomen van dit gesprek. We danken heel hartelijk Sabine Wek, coördinator voor Gooi en Vechtstreken, voor dus de Stichting Kamers met Aandacht. Ook dominee Cor Vlobbe, in een vorig leven was je ook dominee, hoewel nog steeds natuurlijk als je preekt op zondag. En ook Joke Koelewijn, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit inspirerende gesprek. Ik noem nog even dat er ook de mogelijkheid is van een online bijeenkomst meemaken als u eventueel verhuurder zou willen zijn. Er is maandelijks een online informatiebijeenkomst en kijk u dan op de website kamersmetaandacht.nl. Fijn dat we dit gesprek met elkaar hadden en de volgende keer komen we graag weer bij je terug. Dat is dan op woensdag 16 februari. Graag weer tot dan. Dag.